Wel, hallo en leuk dat jullie kijken naar deze groene video van Christian Olivier. Vandaag is mijn laatste dag in Gran Canaria. Ik ga namelijk straks naar een ander eiland, namelijk La Gomera, waar ik ontzettend veel zin in heb. Maar goed, om natuurlijk mijn laatste dag zo goed mogelijk te maken, ga ik natuurlijk een prachtig mooie wandeling helemaal omhoog maken naar een prachtig mooi stukje uitzicht. Dus ja, het wordt vandaag een mooie wandelavontuur. Let's go! Prachtig mooi uitzicht, heel erg mooi. Nou, het woeit wel erg hard boven, dus ik heb niet echt iets kunnen vertellen verder. Maar goed, soms is het ook even lekker om ja, gewoon ervan te genieten in plaats van een hele tekst bij te verzinnen. En dat heb ik bij deze ook gedaan. Nou, op naar La Gomera, zal ik maar zeggen. Nou, dit is een verrassing. Nou, hier hebben wij een Canarische gekko met twee staarten, zo te zien. Kijk, twee staarten. Ik denk van, wat is dat nou? Ja, dit is episch, hoor. Dat heb ik nog nooit gezien. Nou, wel gaaf. Ik bedoel, natuurlijk gaat niet altijd alles in de natuur even goed. En nou, dat laat ook goed zien. Een gekko met twee staarten. Is wel een keer zijn staart kwijtgeraakt. Er kan dan misschien ook iets mis zijn gegaan met het, ja, met het groeien van zijn nieuwe staart. Dus in ieder geval wel een gave ontdekking en ja, we laten de gekko weer lekker met rust. Zo, ik ben zojuist net aangekomen op La Gomera. De eerste indruk die ik heb is dat het een prachtig mooi eiland is. Ik heb helaas niet gefilmd toen ik in de taxi zat, maar goed, dat komt nog wel. En hier zal ik dan nog zeg maar vanuit de komende dagen ja, gewoon prachtige mooie video's maken.
hier hebben wij onze eerste Lycomerengekko op de camera. Een jong exemplaar van rond de 5, 6 centimeter groot. Ze kunnen ietsjes groter worden, namelijk zo rond de 11, 12. Net zo groot als de Gran Canariagekko. Nou, zo te zien is ook dit exemplaar, zo te zien een tijdje geleden, zijn staart kwijt, maar het is nu weer mooi aangegroeid. Alleen heeft hij natuurlijk niet zoals de laatste Gran Canariagekko twee staarten. Nou, erg mooi exemplaar. Net zoals de muurgekko zijn ze ook s'nachts actief. En verschuilen ze zich overdag natuurlijk onder stenen of tussen spleten. Het is een mooi exemplaar en ze jagen natuurlijk in de stad op motjes, muggen, alles wat ze maar te pakken kunnen krijgen. Zo in totaal heb je zeg maar 4 soorten gekko's op de Canarische eilanden. De grootste is natuurlijk de Tenerife gekko die bijna meer dan 16, 17 centimeter groot kan worden. En naast de Tenerife gekko heb je natuurlijk ook nog de Gran Canaria gekko, de Lycomeria gekko. En niet te vergeten de Canarische muurgekko die onder andere op Lanzarote en Fuerteventura voorkomt. Nou, dit is dus zeg maar gekko nummer 4, dus dat betekent dus dat ik de set compleet heb en daar ben ik best wel blij mee. Wat ik sowieso heel mooi vind van die gekko's zijn natuurlijk ook die ogen. Ik bedoel, kijk toch eens hoe mooi het is. Sommige gekko's hebben zeg maar geen oogleden zoals wij hebben. Dus dan gebruiken ze hun tong om zeg maar natuurlijk om zo de ogen vochtig te houden. Nou, prachtig. De Lycomeria gekko en jonkie. Laat me lekker met rust. Uitgepakt en ik ga wel lekker slapen. Ik ga morgen lekker walling maken. Hopelijk komen morgen ook nog wat andere reptielen tegen. En ik zou zeggen, wel rusten. Nou, heel goedemorgen. Nou, het is net 9 uur geweest. Ik heb net heerlijk ontbeten en ben nu even een lekker ochtendwandelingetje aan het maken. Nou, het plan voor zometeen is om helemaal aan de andere kant van het eiland te gaan, of deels. En vanuit daar ga ik dan weer inchecken in mijn andere hotel. En dan ga ik een mooie wandeling maken. Nou, 2 hagedissen en een hele grote duizendpoot later vinden we hier weer onze derde Lycomeria gekko. Dit exemplaar is zo te zien wat donkerder gekleurd en mist ook zijn staart. Maar goed, het is voor de rest wel een heel mooi dier om te zien. Heel erg gaaf, maar ik had niet verwacht dat ik net een hele grote duizendpoot zou vinden. Daar vertel ik zo meer over. De duizendpoten kunnen net zo groot worden als mijn onderarm, oftewel dus meer dan 30 centimeter. Dit exemplaar was ongeveer de helft ervan. Ja, misschien niet zo lang, maar wel groot. Pak ze niet op, want ze zijn giftig. En ik weet niet precies wat voor soort het was. Het had een beetje een groene kleur. Maar ik was wel aardig verrast. Joep, daar zit gekko nummer, ik denk 4. Ze kleuren allemaal wat donker zo te zien, maar goed. Deze heeft zo te zien staan niet verloren. Heel erg mooi. Zo, gekko's hebben geen oogleden, dus daarom gebruiken ze zeg maar hun tong om een beetje hun pupillen ook nat te houden. Dat heb ik best wel vaak gezien. Dat gaat ook zeg maar voor de Lycomeria gekko. Overdag zitten ze meestal een beetje verscholen tussen spleten natuurlijk of onder stenen. Dus als je dan op zoek gaat naar gekko's is de beste kans natuurlijk 's avonds.
plekjes zoals deze zijn dus vrij ideaal om te zoeken naar dieren zoals gekko's, skinken, misschien ook die grote duizendpoot waar ik het net over had. Dus maar goed, het is tijd om eens even wat hoger op te gaan. Er zit een bitspring aan, een hele kleine. Volgens mij is het een dwerg. Ja, daar zit hij dan, een hele kleine bitspring aan. Volgens mij is dit de dwergbitspring aan. Of in ieder geval een hele kleine soort. Het is niet de Geomantis lavordius of de andere soort die ik toen tegenkwam in Italië. Maar wel een heel mooi exemplaar. Nou, hier zit ze dan, of hij. Ik denk dat het een vrouwtje is, want de volsprieten zijn erg klein. Dus het geeft mij zo aan dus dat het een vrouwtje is. Ze is ongeveer erg klein. Net zo groot als mijn duim, als de vingernagel van mijn duim. Maar wel snel. Ze bewoog een beetje in een soort van zigzagbeweging, weet je, als een takje dat zeg maar beweegt in de wind. Bitsmegaanen hebben altijd mijn interesse gehad. Het zijn prachtige mooie dieren en het gaaf is dat je ze in allerlei soorten en maten hebt. Sommige exemplaren zijn er zo klein inderdaad als je vingernagel. Andere exemplaren zijn zo groot dat ze zelfs een hagedis of een vogel kunnen opeten. Hoe gaaf is dat? Zo, Europa heeft ongeveer 12 verschillende soorten bitsmegaanen. Ik ben natuurlijk de grootste, de Europese, en ik denk dat de kleinste dus de Geomantis lavordis is. Natuurlijk heb je ook andere mooie soorten, zoals inderdaad dit mooie diertje en natuurlijk ook de dwergbitsmegaan. Tot nu toe wist ik niet dat de bitsmegaanen voorkwamen op de Canarische eilanden, dus ja. West-Canarische hagedis of Zuid-West-Canarische hagedis, maar wel nog een mooie Lycomera gekko. Waar ik zit steekt het van die hagedis, maar goed, filmen is makkelijk gezegd dan gedaan. De gekko's zijn in principe iets beter en makkelijker te benaderen. Zo ook hier zeg maar de prachtige mooie kleine exemplaar. Niet super groot, wel mooi. Nou, niet de hagedis die ik wilde zien, maar goed. Het is tenminste een hagedis. Gekko's zijn mooie dieren. En er zitten vrij veel gekko's hier. Ook zitten er heel veel hagedis, maar goed. Ik heb ze tenminste wel gezien. En met een beetje geluk zie ik ze morgen weer. In ieder geval, morgen ga ik een prachtig mooi National Park bezoeken. Dat stukje verder hoog op ligt. En ja, ik heb in ieder geval ook wel weer mijn portie voor vandaag gehad. In ieder geval, ik zeg zoals gewoonlijk tot de volgende keer bij een gloednieuwe video van Chris en Olivier. Laters! Thank you.